Vandaag presenteerde Fons Naterop, John Bakker en Paula Joritsma het informatieboekje over Altena Bruist. Binnenkort valt hij bij alle inwoners van Altena in de brievenbus, maar vandaag werden de eerste exemplaren uitgereikt aan de organisatoren van de diverse activiteiten. Succes. Wat staat er allemaal in dit boekje? Nou, dit boekje geeft eigenlijk, je zult het misschien nog wel zien, een compleet overzicht van alle activiteiten in het kader van Altena Bruist. Dus alle zaken die worden georganiseerd op het gebied van cultuur, bewegen en muziek. Die eigenlijk vanaf volgende week gaan starten tot einde van dit jaar en ook de twee activiteiten in 2019. En wat is de eerstkomende activiteit? De Stuiter mag het spits afbijten. Zij gaan de voorstelling Ruben van Altena geven vanaf volgende week donderdag 21 juni in de historische haven van Woudrichem. Welke vlakken komen de activiteiten aan bod? Ja, nou in het kader van bewegen bijvoorbeeld hebben we echt één hele dag gepland. Dat is op zaterdag 30 juni. Op die dag kun je gaan hardlopen, op de wielrenfiets, gaan wandelen. Er zijn tal van activiteiten in Babyloniëbroek. Aan de kant van muziek hebben we een aantal concerten gepland, van de luchtmachtorkest tot de koren van Collegium Altena en de jeugd van Varen. Dus het is een heel divers aanbod van activiteiten voor zowel de jongere inwoners van Altena als de ouderen. En iedereen is daarop ook van harte welkom. De meeste activiteiten zijn ook gratis. Als dat niet het geval is, dan staan die ook duidelijk in het boekje vermeld en ook waar dat je dan je kaarten voor een voorstelling kunt verkrijgen. Krijgen de mensen dit boekje thuis gestuurd? Thuis bezorgd, ja. Huis aan huis wordt deze verspreid.